Nou, dit zijn de kleine cellenkastjes. Je ziet dat er volop stuifmeel binnenkomt, omdat er nog steeds open broed in die kastjes zit. Weliswaar in de laatste fase van de achtste dag. Maar toch halen ze nog stuifmeel voor de verzorging van het broed. Nou, we gaan even in dit kastje hiernaast kijken. En dan zullen we eens kijken wat daarin te zien is aan doppen. Hier staat dus een aanduiding S op van Smol. Nou, dit zijn kleine bijtjes, die komen ook uit kleine bijenvolkjes. Die zitten er dus al 2 jaar in. Althans in de donorvolken die deze raampjes geleverd hebben. Nou, dit is weer een raam met voer. Kijk of dit zichtbaar is. Ik ga hem iets hoger zetten. Een raampje met voer. Ik moet eerst in de onderbak kijken. Nou, dat maakt het niet uit. Laat ik de stand van de camera. Is het handiger om dit even te laten zien. Dit zijn raampjes met broed. Gesloten broed, wat uitlopend is. En de jonge bijtjes lopen. Dit is een speeldopje, een echte dop. De meeste doppen zitten waarschijnlijk in het midden of onder. Check natuurlijk gelijk. Kijk, hier zie je dus typisch die doppen. Kijk, en deze die onderaan zitten, die zijn allemaal nog onmakkelijk te herkennen. Deze. Kijk, en deze die worden al wat lastiger, die zitten lekker verstopt. Nou, dit zijn gewoon nog speeldopjes. Hier ook aan deze kant. Kijk, en deze vallen op. Deze doppen. Een speeldopje. Maar je hebt vaak moet je kijken hier op het broed. En ze kiezen natuurlijk een bepaalde leeftijdscategorie van larven. En die liggen dan allemaal in zo'n linie. Waar de koningin dus een ovaal rondje gelopen heeft. Deze bijtjes die zijn dus, de cellen zijn 10% kleiner en de bijtjes die zijn 7% kleiner. Dat betekent dus ook dat... Dat ze, als de cellen 10% kleiner zijn en de bijen 7%, dat ze dus de celletjes wat beter vullen met in hun larvale stadium en in hun popstadium. En men veronderstelt dat het mogelijk een rol speelt bij de gereduceerde mijtenreproductie. Je ziet hier ook de household positioning opstaan. Dat wil zoveel zeggen als, ik zal ze gelijk even checken of ze allemaal goed staan. Bij de household positioning moeten de raampjes waarin de Y zichtbaar is, die moet naar de buitenkant staan. Dus vanuit het midden gerekend, 3 raampjes naar de ene kant en 3 raampjes naar de andere kant. Dat moet ik dus gelijk even finaal checken bij deze volkjes. Sorry. Zodat ze dus... Die household positioning wil zeggen dat er dus een zekere symmetrie is in de stand van de raad. En als die symmetrie correct is, dus 3 met de Griekse eitjes naar buiten toe gericht en 3 met de Griekse eitjes aan de andere kant ook naar buiten toe gericht, dan is het volk ook meer in symmetrie, in harmonie. En dat schijnt dus de zwermdrift te beperken, te verminderen, maar ook de stress in de bijen. En stress is natuurlijk altijd een belangrijke factor, ook in het kader van vitaliteit en gezondheid. Met minder stress zijn de bijen dus ook minder geprikkeld. Het is altijd lastig met deze kleine kastjes dat je altijd wel bij het maken althans bijen plet op die randen, dat je ze vult met bijen. Nou, hier staan ze al goed in de household positioning, zoals je kan zien. Of hoop ik kan zien.
Ik zal de camera eventjes verplaatsen. En hier kun je dus die housel positioning zien. Hier even kijken, de dopper. Je ziet dat de volkjes redelijk goed bezet zijn. Kijk, dit is ook zo'n hele gemene dop. Die ligt helemaal in het vlak van het raam. En dat zijn altijd de doppen die dan over het hoofd gezien worden. Dan mag je verwachten dat de nieuwe koningin, die als eerste dus in dit volkje rondloopt, de strijd aan zal gaan met andere koninginnen. Dus zo'n grote ramp is het niet. En voor de zekerheid weten we dat de koninginnen gemerkt zijn. Dus we kunnen altijd zien of de juiste koningin erin zit. Kijk, hier zie je dus echt de grote dop onderaan staan. Hoe beter het volkje bezet is, des te beter dat de ontwikkeling van die doppen ook is. Dat weet iedere koningin het hele. En vooral hier weer aan dat bovenrandje, want er kunnen ook nog doppen zitten. Hier aan het bovenrandje. In dit geval zit er hier eentje verstopt aan de onderkant. Hier zit er ook nog eentje. Nou, dat waren ze dan. Goed opletten dat je die raampjes weer in de goede positie terugzet. Even iets doorschuiven om mezelf wat meer ruimte te geven. Nou, hier zie ik geen doppen. Als het nou moeilijk is om te zien, ziet er hier eentje verstopt. Dan kun je beter het raampje dus even iets afschudden. Nou, prachtige platen met mooi gesloten broed. Veel jonge bijtjes. Optimaal voor de verzorging van de koningin en voor de toekomstige groei van het volkje. Geen doppen op dit raampje. Het volkje is iets aan de sterke kant. Misschien dat een raampje straks overhangen aan de volkje. Kijk, hier zit er zelfs een dop aan de onderkant van de lat. Hier. Daar moet waarschijnlijk al een zwermcel gezeten hebben. Deze kant zijn verder geen doppen te zien. Het laatste raampje is een vol raampje, dus zullen we geen doppen opzoeken. Ook hier is de raapafstand dus 3,2 centimeter, die is kleiner. Dat bevordert weer de warmtehuishouding. En zoals we weten heeft de meid een voorkeur voor lagere temperaturen. Nou, het idee is dat in de kleine cellenvolkjes, omdat er meer bijen in zouden kunnen zitten en het aantal broedcellen per vierkante decimeter is 800, in tegenstelling tot de grote cellen 700, dus dat de broedwarmte hoger is. En dat is het broednest beter verzorgd kan worden en ook een betere temperatuur heeft. Dus dat zet ook weer een rem op de meitenreproductie. Dit is volkje S8. Dat moet ik zo doen, staat ook op de ramen. Nog even de opening op afsluiten van de koningin zetten. En dan is dit ook klaar.